Oké, jongens, jullie gaan het niet geloven, maar dit wordt echt een van de beste unboxings die ik heb gedaan. Ooit. Of die ik ooit ga doen. Tenminste, tot nu toe. Ik bedoel, dit is awesome. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Unbox Dit, Unbox Dat. En dit keer, zoals ik al zei voor de intro begon, dit is super speciaal in verband met we gooien Espeon en Umbreon enorm in de highlight. Want er was nieuws, ik pak ze er gelijk al eventjes bij. Er was namelijk nieuws dat er dus twee collector boxen zouden gaan komen. En deze die zouden gefocust zijn op evolutie. Sorry, een beetje schraal van een livestream, maar dat maakt niks over uit. Deze twee boxen waren niks minder dan de Umbreon GX box. En de Espeon GX-box. Nou, in deze aflevering zijn we dus, zoals jullie al op de thumbnail hebben gezien, gefocust op de Espeon GX-box. En het grappige is, ik had dus René al gelijk gezegd van, nou, ik reserveer het gelijk, noem het maar op. En ja, eergisteren waren ze uitgekomen en ze werden gelijk via de post gestuurd. En ik had ze dus al gelijk via de post binnen. Dus René, enorm bedankt voor de snelle service, zoals altijd. En ja, deze video is mede mogelijk gemaakt door René Kaarts, want anders had ik deze boxen niet gehad. In ieder geval, ik ga heel eventjes de camera swap doen, want dan is de doos iets makkelijker te zien als dat ik hem zo voor de camera ga houden. Oké, nou hier hebben we hem dus helemaal in beeld. De Espeon GX-box. Nou, en wat er dus in zit, die krijgt er dus een hele mooie Espeon pin bij. Die zit eindelijk, voor echt, hij heeft zo lang geduurd, een coin. Met een evolutie erop, echt, die is heel lang geweest. En natuurlijk alle promos. Ik zou zeggen, ik ga deze heel voorzichtig even snel openmaken. En dan gaan we eens eventjes goed kijken wat er allemaal in zit. De reden waarom ik hem voorzichtig wil openmaken, ik wil de doos zelfs bewaren, omdat hij is awesome. Natuurlijk samen met degene die nog moet gaan komen. Dus ja, hele mooie coin. Zeker ze weten het net. Zeker in beeld liggen voor de eerste keer eigenlijk hier. En ja, we hebben hier dan nog die twee andere kaarten die we dus hier zien liggen. En ik hoor een mailgeluidje, maar dat boeit me niet. Ik ga gewoon negeren nou heel eventjes. Want ik ben heel even bezig met... heel voorzichtig. Nee, ik is aan. Goed. Leg ik al eventjes zo neer. Want we zien hier ook al Umbreon. Jax, deze die ken weg. Deze die ken ook heel eventjes hier liggen. Daar komen we dadelijk op. Dus, boosterpakjes al eventjes aan de kant. Ja, dit is echt voor mij gewoon echt een kerstcadeautje al in augustus of in juli. Ik weet niet wanneer dat deze geüpload wordt. In ieder geval, we hebben 6 boosterpakjes. Die komen er natuurlijk bij met de unboxing. Maar wat ik het allermooiste vind, is echt serieus. Kijk naar deze. Oh, deze is zo mooi, echt. Ik weet niet of ik deze zal gebruiken. Aangezien dat ik deze rubberen dingetjes altijd heel snel kwijtraak. Omdat zij die kunnen nogal snel aan. Hij is best stevig. Dus ik denk dat ik hem wel kan gebruiken. Maar hij is zeker heel erg mooi. Een hele goede kwaliteit ook. Dus deze is echt mooi. Ik zal hem iets dichterbij in de camera houden. Dat jullie hem even goed kunnen zien. Hij is echt heel mooi. Dit is zeker een aanrader om te gaan halen. Ik blijf dus ook zeker in beeld liggen. Ja, sorry, deze die hou ik ook mooi voor mezelf, want ik wil natuurlijk deze kaarten ook online hebben. Eventjes kijken, dan gaan we dus, we zien hier een gigantische jumbo kaart, maar ik ga eerst eventjes over de promo's. Je krijgt namelijk ook nog eens een keertje een holo Eevee. Dus die zijn alleen maar als promo te vinden, aangezien dat je hebt hem alleen maar anders reverse holo. Ik heb nog nooit een holo Eevee eigenlijk uit een pakje van Sailor Moon gezien. Dus die krijg je sowieso.
Je krijgt Embryon GX uit de Cinnamon series. Die krijg je ook gegarandeerd. Die zitten er standaard bij. En natuurlijk de Espeon promo. Deze art is alleen maar in de promo box te vinden. En echt, die art die is geweldig. En natuurlijk ook nog eens een keertje. Ik heb het vaak zat gezegd in mijn video's. Van jongens, echt serieus. Wanneer komt er nou eens een keertje een Jumbo Eevee kaart? En het is dan misschien geen Eevee kaart. Kijk, mooi. Het is dan misschien geen Eevee kaart. Ja, ik gooi het gewoon naar neer. Het is gewoon een Espeon GX kaart en deze die vind ik ook zeker geweldig. Ik blijf er een beetje over te lang doorgaan hoe geweldig dat ik deze vind, maar ik zeg al, dit is een special treat voor mij in verband met, dan ligt hij op 5. Maar wat het dus allerbelangrijkste is, is dus gewoon van ja, dit is de eerste keer dat ik echt zo'n, gewoon gefocust ben op evoluties, want dat we daar zo'n pangenpak bij hebben. In ieder geval, we krijgen een set van evolutions. We krijgen Cinnamon Guardians Rising, Cinnamon, nog een Cinnamon Guardians Rising, een Breakthrough en een Steam Seeds. Ja, evolutions zijn even niet echt heel erg veel, dus die kunnen we als eerste doen. Guardians Rising, dat is wel leuk. Als laatste te doen, Cinnamon, die kunnen we tussen deze twee pakjes doen. En Steam Seeds ertussen gooien, waarom het niet? Ik denk dat we wel een leuke volgorde gaan hebben. Dus ik zou zeggen, laten we maar beginnen met de boxen van de kaartjes. Heel erg simpel. Mooie dingetjes hebben we al daarmee staan. Dus even kijken, ik heb een mooi trucje geleerd van Linda bij René Gans. Die heeft mij verteld dat je snel pakjes open kan maken. Ik ben al bang daarvoor. En oh mijn god, we beginnen al gelijk goed. Niet in verband met de Legendary of iets met die trend, maar we beginnen met de Sweet Mystical Bouncing Magikarp. Goed, nou in ieder geval, we gaan eerst even kijken, dit was. Dan weet ik nog niet wat pakje geopend heb, oeps. Dit is. Nee, dit is Evolutions, oké. Dus dan is het 3, want ja, anders krijgen we 4 en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Goed, we hebben Maintains, Sweets, niet Golden dit keer. Dat was echt heel raar in ieder geval. Ik heb het pakje daar open, maar dat maakt niet zo geluid. Magmar, Magikarp, die natuurlijk speciaal op de bench gaat, jullie weten waarom. Gastly is geen Hunter, sorry. Alleen Hunter bij jou, maar hij is anders niet, sorry daarvoor. In ieder geval Sandshrew, Weedle. Tangela, Reverse Hollow Nidorino. Ik vind het echt leuk om die klassieke art weer te zien. En een Hollow Ninetales. Die is zeker nice om te zien, Hollow Ninetales. Dus ik bedoel, het is dezelfde alleen als vroeger. Alleen het enige verschil is natuurlijk iets meer HP en waarschijnlijk meer damage met de aanval. Tenminste, zover dat ik weet. Ik durf natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, want ik weet het gewoon niet. Oh, dat gebeurt nog wel eens een keer. Goed, in ieder geval, gelijk naar Cinnamon, Guardians Rising, Windweer en Sylveon. Vergeet niet, Sylveon, die zitten in deze pakjes en dat is altijd leuk, dus. Maar ik bedoel, ik heb een. Ik zit er aan. Soms zit het mee, vaak zit het mee. Met pakjes openmaken bedoel ik dan. Het is tot de ene wil wel meewerken, de andere wil niet meewerken. Heel erg vervelend. Oké, dit is een Cinnamon, dus dan zijn het er 4. En we zagen al dat de chance hadden. In ieder geval, Fighting Energie. Gliscor, Clefable, Metang, Chansey, Machop met de dubstep, ik hoop dat ik dit keer nou goed zeg. Alolan Sandshrew, Murkrow, Helioptile, Reverse Hollow Whimsicott, ik krijg onze eerste Probopass. Joepie, hartstikke leuk, wat leuk zeg. Goed, wat leuk. Oké, we hebben Breakthrough. Helaas niet Breakpoint, want anders hadden we nog altijd een evolutie gehad. Maar je kan ook een leuke kaart in zitten, dus maakt niet zo uit. Ik bedoel, het is derde pakje, we zitten halverwege. En ja, we hebben eigenlijk de grote prijzen van eigenlijk hier voor ons liggen. Dus tenminste, dat is in mijn mening. Dus even kijken, dan weet ik dus niet. Ik dacht dat deze. Ja, maakt niet zo uit. Als de codes in beeld komen, ja, sorry, die zijn al geredeemd, maar wel weer dus. Want ja, ik speel zelf ook nog eens. Nee, wat? Dit was een Breakthrough, niet Breakpoint. En dan komen we dus weer een beetje bekende gezichten tegen van toen ik begon weer met te verzamelen. Kurnia, Reserve Ticket, Dedenne, Pikachu, Magnemite, Snubbull, Remoraid, Doduo, Reverse Hollow Noctowl. Oh, dat is zeker mooi, die is zeker. Ik weet niet of ik Clefable EX ergens heb liggen, maar Mega Clefable EX Full Art is zeker heel erg mooi om te poelen. Oh, die is mooi. Nice. En moet ik zeggen, Breakpoint, ja, of Breakthrough, sorry, want Breakpoint, dat is een hele andere. Maar ik moet eerlijk zeggen, Breakthrough,
Er zijn er niet echt veel die ik eigenlijk aan het zoeken was. In ieder geval, we hebben nou een gewone sentimental colors weer in Espion op een film inzetten. Maar ja, hebben ze eigenlijk al. Dus herinners muziekje. Nee. Kom nou. Nou, weer aan de andere kant dan proberen. Want deze pakjes zijn gemaakt met superlijm. Kom. Nee, deze wil niet open. Deze wil niet open. Einde van de video. Ik wil niet open. Waarom wil die niet open? Waarom niet het pakje? Nee, oké. Sun and Moon. Eigenlijk een beetje toen ik begon met dat ik voor de eerste keer bij René Koot was en dat Sun and Moon dus toen voor het eerst te zien was. Maar ja, dat die eigenlijk uitkwam. Oh, is een Sun and Moon pakje, dus een 4. En dat het dan niet verkeerd zou beginnen met een energie. Ja, heel schokkend. En dan hebben we Professor Kukui, Energy Switch, we hebben Golbat, we hebben Chicho, we hebben een Alolan Rattata, we hebben een Roller, we hebben een Marini, we hebben een Crabrawler, we hebben een Reversed Hollow Alolan Meowth, die vind ik zeker gelijk mooi, en Cloyster. Hoera, hoera. En volgens mij heb ik dat de vorige keer niet gedaan. Jij hoort trouwens aan deze kant te zijn. En nogmaals, ik ben heel erg slecht met de stapeltjes bijhouden. Laat ik het heel eerlijk zeggen. Goed, in ieder geval, we hebben nog 2 pakjes te gaan. Steam Seeds en 1 pakje Sun and Moon Rising. Dus dat kan natuurlijk altijd heel erg spannend gaan worden. En wat is het met pakjes en superlijn? Nee, serieus. Pakjes en superlijn. Pakjes en... Deze pakjes wel gewoon niet open. Deze pakjes wel echt gewoon niet open. Ze wil gewoon niet meewerken. Daar word ik niet vrolijk van. Dan word ik eigenlijk een beetje gedeprimeerd van net. Dus, zo. Het grappige is, het maakt eigenlijk weinig uit wat we eruit trekken. Want we hebben onze prijzen hebben we al. Maar dan toch, misschien is het leuker om even nog 1 extra te pakken. Even kijken, dit was, dat was Team Seeds. Dus 3 van achteren. We draaien de boel om. We hebben Skiploom. We hebben een Armor Fossil Shieldon, Bravery, Merrill, Ponyta. Waarom zeg ik Merrill? Het is eigenlijk Merrill, kom op. Ik bedoel serieus, ik kom toch bij een taart. Dino, Dieno, ik zeg het helemaal verkeerd, mijn excuses daarvoor. Litwick, Nose Pass, dat is grappig, want we hadden ook een Probo Pass. Drifblim, die ik had in verband met de Nuzlocke die ik heb gedaan op Twitch. En... een Holo Chandelure, daar zal Trimai zich heel erg blij mee zijn. Oké, nou in ieder geval, dan gaat deze, die gaat daarbij, die gaat daarbij. Ah, we hebben best wel, we hebben 2 reversed hollows te pakken gekregen, dus op zich mogen we daar niet over klagen. Van die reversed hollows, gewoon holo rare. Maar toch, komen we nog een extra GX tegen. Ik vind het toch wel een beetje fitting om hier nou een beetje de spannende muziek bij te gaan gooien. Dus ga je gewoon, gooi hier eventjes de spannende muziek bij. Dan ga ik proberen dit pakje te openen, want echt serieus, deze pakjes willen niet meewerken. Ach, gewoon aan deze kant deze pakje. Nou, oké, ze zijn gewoon ongebruikt aan deze. Dus, dan maak ik zo uit. Goed, in ieder geval. We gaan beginnen met deze eventjes hier neerschuiven. En dit is Sun & Moon, dus 4. Van achteren naar voren. En we beginnen met staal energie. Tentacruel. Een Choice Band, heel fijn om die te vinden. Altar of the Moon. Heel fijn om die te vinden in verband met Espeon en Umbreon. Misschien dat daar inderdaad een deck op moet gaan maken. Miku! Voor de mensen die luisteren hebben gezien, die snappen die referent. ik had een Tentacool, die had ik Miku genoemd. Helioptile. Petilil. Weer een Chansey. Gatita. Slowpoke. Reversed Hollow. En eindigen we met een Blast. Nou, we eindigen met een Bite. Regular Rare Sharpedo. Nou, op zich, ik vind niet dat we mogen klagen. Gooi het niet op Magikarp. Jij bent geen Magikarp waard. Magikarp is awesome. In ieder geval, ik vind niet dat we mogen klagen. We hebben op zich best wel leuke kaarten getrokken. Jammer genoeg niet meer GX'en, maar ik vind nog steeds de echte prijs. Die heb je hier in de hand. En vergeet niet, we hebben nog steeds 1 box te doen. En dat is de Umbreon box. En de Umbreon box gaan we ook zeker doen in de volgende aflevering van Unboxing. Dus ja, ik dank jullie sowieso voor het kijken. Wat vind jij van de Full Art promo card van Espeon? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt en als je maar 1 box zou kunnen halen, wat zou je kiezen? Espeon of Umbreon? Ik ben zeker nieuwsgierig. Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En ik dank jullie voor het kijken. Dus tot de volgende video. En ik had hier iets speciaals voor. Mocht heel eventjes wachten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.